Wes de Jong gisteren 2 keer gescoord tegen Jamiel Beerschot. 1 assist, dus man van de match. Je hebt nu 9 goals. Hoeveel had je er vorig jaar op het einde van het seizoen? 6, denk ik. Ja. Wat is het verschil? Want er is dus een groot verschil. Oh, wat is het verschil? Voor mij persoonlijk is het gewoon een hele goede voorbereiding gehad. En dan bedoel ik fysiek. Eén zonder probleempjes. Zonder problemen, fysiek. Niet op resultaten of veel goals of zo. Maar gewoon dat je een goede opbouw kan hebben. En dat voel ik nu dat alles rendeert. Je zei hier ook ooit, vorig jaar, van we hebben flanken nodig. Die zijn er nu. Is dat ook een gevolg van die 9 goals? Zijn dat daar ook een gevolg van? Ja, dat speelt erin mee natuurlijk. Alhoewel dat de efficiëntie van sommigen nog veel beter kan. En, je bedoelt dat je eigenlijk weinig op voorzetten scoort, zoals gisteren je tweede? Zoals gisteren, ja, maar ik bedoel, die jongens hebben zoveel kwaliteit en diepgang en dat andere ploegen daar rekening moeten mee houden. En dan profiteert het middenveld volledig van. En, ja, het is niet omdat je niet elke keer op zo'n ballen scoort dat je geen kansen krijgt. Dus met die jongens erbij is er toch veel meer gevaar en wordt er niet alleen naar de mensen van voren gekeken. De cijfers zijn uitstekend. Hè? Jullie staan eerste, jullie doen nog mee in 3 competities. Kan het nog beter qua spel? Maar ik moet zeggen, als je meer voetballende oplossingen hebt, dan is er ook meer rust in de ploeg. Dat hebben we donderdag tegen Saint-Étienne ook gezien. Een zogezegde ploeg die wat met invallers speelde of die last had in de Ligue 1. Dat is eigenlijk ongelooflijk hoe voetballend dat zij de oplossingen vonden. En als je dat in je spel hebt, dan kan je rust brengen in je ploeg. Ja, er wordt wel eens naar jullie centrale middenveld gekeken, hè, waar af en toe 2 recuperatoren staan. Mm. En misschien iets te weinig daar dan echt voetballend vermogen. Eén, zou dat beter zijn? Of? Maar ik weet dan niet of dat beter is, maar wat ik wel kan zeggen is dat volgens mij op deze ogenblik, in deze fase van het voetbal zijnde, vind ik die positie de belangrijkste van de ploeg. Dat is het hart van de ploeg, dat is de motor. Daar begint alles mee. Dat is iemand die gaten moet dichtlopen. Dat is iemand die positioneel heel goed moet zijn. Dat is iemand die verdedigend moet denken. En dat is iemand die aanvallend moet denken. Maar je hebt het nu over één iemand, hè? Maar soms speel je daar eigenlijk met twee mensen met dezelfde karakteristieken. Ja, dus als je met 2 naast elkaar speelt, moet je zien dat die elkaar goed aanvullen. Dat die verschillende kwaliteiten hebben. En toch 1 geheel vormen, maar ik zeg het, die positie tegenwoordig in een ploeg is zo belangrijk. Kan Brugge het zich veroorloven om bijvoorbeeld Clément erachter of Simaes erachter en dan met Vargas te spelen daar? Ja, dat weet ik niet. Ik moet zeggen, gisteren was de eerste keer dat Ronald centraal speelde. Maar in een ander systeem, niet met 2 spitsen. Nee, in een ander systeem, maar je ziet ook dat hij het in zijn mars heeft. Volgens mij voelt hij zich daar iets vrijer. Ja, die lijn niet in zijn rug. Ja, dat zag je ook gisteren. Ja, dat zijn de dingen die een trainer moet oplossen natuurlijk. Jamiel Beerschot zit diep, hè? Dat kan je wel stellen. Ik denk dat het jullie makkelijkste zegen was. Dat denk ik ook wel, ja. Ik heb het gisteren tegen hem ook nog gezegd. Het zou jammer zijn als Beerschot daar blijft hangen met die kwaliteit. Maar je ziet dat er gewoon geen vertrouwen in zit. Maar dat was gisteren 90 minuten mijn probleem niet. Maar het viel wel op. Het is jammer. Het is jammer als je het verschil ziet met vorig jaar. Als je voetballiefhebber bent en je hebt ze vorig jaar zien spelen, ziet ze nu spelen. Dan zit er een heel groot verschil in. Dat is zelfs jammer voor de competitie, want het was een van de frisse ploegen die. Ja, zo kan je het wel stellen. Ja. Het verschil tussen die 9 goals nu en 6 vorig seizoen. Zou het keerpunt ook niet kunnen geweest zijn, die rare oefenwedstrijd in Italië, Italië-België? Dat zeggen me veel mensen, ja. Je was aan het afglijden op een bepaalde manier, of die indruk hadden heel veel mensen. En daar een kwartier ingevallen, denk ik. Ja, zo. Ja, 20 minuten, kwartier. 3 keer op doel besloten, ook gescoord. En weet je nog wat je toen zei voor de camera in het interview nadien? Dat ik altijd moet spelen, zeker. Was dat? Ja, dat heb je nog gezegd. Ja, maar je hebt zo van die momenten dat je dat voelt en dat je dat moet zeggen. En de dag dat ik voel dat het niet meer gaat, dan zal ik dat ook wel vertellen. Maar, dat voelde je toen? Van kijk, bij de Rode Duivels moet ik spelen, want anders zijn we niet doelgericht. Je hebt Moussa, je hebt Miralas, ik weet niet wie je nog hebt. Dat zijn de eerste namen die bij mij opkomen. Dat zijn goede spitsen, maar ze zijn niet echt doelgericht. En dat is een speciale kwaliteit. Ik heb tegen Moussa al 100 keer gezegd op training en zo. Stop toch met die bal zo diep te gaan vragen.
Je bent zo terug, jong. Terug te haken. Ja, het is makkelijk om, dat zag je gisteren bij mij tweede helft ook, als je een bal gaat vragen tussen de linies of iets dieper terug. Je krijgt geen schoppen, ze laten je los. Je kan voetballen, je kan deviëren. Inderdaad, terwijl als je de leeftijd van Moussa hebt, ten eerste hij is veel sterker, hij is ook tweevoetig. Hij heeft veel betere dribbelspel dan ik bijvoorbeeld. En dan zeg ik hem heel dikwijls van stop daarmee toch. Focus je op de laatste 25 meter. Als je daar een bal krijgt, 1-1, daar moet je iets doen. Ik heb wel het voetbal in zicht en ik zie misschien de oplossing iets sneller dan iemand anders. Maar ik heb niet de fysieke capaciteit, ik heb niet de supersnelheid, ik heb niet superkracht. Je hebt veel om geen topspits te zijn. Zo zou je het kunnen stellen, ja. Maar toch, op een of andere manier vring ik er me toch altijd ergens tussen. En heb ik die bepaalde kwaliteiten dan toch om toch wel iets te betekenen. Kan je topscorer worden? Zoveel jaar na... Dat kan, maar dat is geen doel. En dat heb ik gisteren laten zien dat dat geen doel is. Want anders had ik die eerste kans die ik afleg, had ik gewoon zelf geschot. Ik kon hem zelf trappen, maar ik zag ineens Ronald helemaal alleen lopen. Ja, eigenlijk moet je hem afleggen. Hè. Zou je hem 7 jaar geleden afgelegd hebben? Dat denk ik niet. Hè. Nee. Jacky Matthijssen liet optekenen, Akpala is de enige onvervangbare. Wat doet dat met zijn andere spits? Maar wij kennen de trainer. Hè. Ja, maar nou, de buitenwereld creëert dat een beetje wat er al een beetje was in de buitenwereld. Van ja, Sonke en Matthijssen, dat is een soort gewapende vrede. Nee, ik heb het onlangs nog eens gezegd. Onze relatie is open en goed. En soms hebben we meningsverschillen, maar dat is toch logisch. Als iedereen hetzelfde zou denken, dan ga je niet vooruit. Misschien heeft dat meer nodig, Jozef. Ik heb dat niet nodig dat een trainer mij bewierookt. Of te zeggen van, Wesley is dit of... Nee, ik heb dat niet nodig. Ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. En, Maar moet je geprikkeld worden? Word je geprikkeld door zo'n uitspraak? Of? Dat is eigenlijk bij mij de verkeerde manier, maar het werkt niet toch goed. Maar eigenlijk, als je met mij zo doet, dan heb ik dat niet graag. Nee. Maar bon, ik ben oud genoeg, ik kan er tegen, dus ik vind het niet erg. En spreek je daarover met hem? Want dat kan blijkbaar wel. Af en toe wordt er iets over gezegd, maar in principe wordt daar heel weinig over gezegd, omdat wij ook weten wat er in de kranten soms verschijnt. Ja, maar na Anderlecht, Brugge-Anderlecht, zei hij het niet in de kranten, maar op televisie. En dat heeft het voordeel dat je het hem ziet zeggen. Dus ja, dat is ook zo. Toen zei hij, ik een fietje met Sonk, we hadden misschien de wedstrijd kunnen winnen, had hij gedaan wat ik deed, wat ik vroeg. Deed jij toen echt niet wat hij vroeg? Of? Nee, ik heb het wel gedaan, misschien 3, 4, 5 keer, maar dat was waarschijnlijk niet genoeg om daar iets meer af te zakken en het meer in het spel te betrekken. Wat je normaal van nature wil. Ja, ik doe dat altijd, dus waarom zou ik het dan niet doen? Maar blijkbaar vond hij dat niet genoeg. Maar kijk, dat zijn zo van die dingen die voorvallen. En, dat was misschien één groot misverstand op het veld. Maar ik heb maar één regel, hè. De trainer heeft altijd gelijk. Ja. Dus ik probeer dat zo goed mogelijk te doen en soms lukt dat en soms lukt dat niet. Net dat verwijt hij je op die wedstrijd natuurlijk, dat je op dat moment... Ja, maar ik ben ook degene die de wedstrijd openbreekt na 4 minuten. Dus ik denk dat het van twee kanten moet komen. Dat je moet blij zijn dat ik er misschien soms bij loop en dat je soms moet zeggen van ja... Soms moet hij je eigenzinnig laten zijn. Ja, maar soms ook niet. Soms moet ik gewoon doen wat... Ik moet ook op stilstaande fases mijn job doen. En ik moet ook niet zeggen van ik doe dat niet. Ik doe wat een trainer mij oplegt. Maar soms moet je eens op intuïtie iets doen. Na je goal liep je naar Koen Daarde gisteren. Was dat afgesproken of was dat spontaan? Helemaal niet. Maar, ik zag je hem ook echt zoeken op het veld, eens hij opkwam. Dat is niet zoeken, dat is gewoon dat is een automatisme. Ja. Op training is dat ook zo. Als we met elkaar balbezit spelen of zo. Op een gegeven moment krijg ik een bal, een diepe bal, ik leg hem af, ik loop breed, hij tikt hem in één tijd door. Ja. Ik ga naar buiten, van naar binnen. En ik probeer hem terug te zoeken. Dat is een automatisme. Het doet je heel veel deugd dat hij terug... Het deed mij enorm veel plezier, gisteren. Hij genoot ook wel, hè? Want het is niet de meest uiterlijke, exuberante mens, maar... Nee. Hij is echt, hij was wel blij dat je naar hem liep, denk ik. Ja, hij is echt introvert. En, tegen ons kan hem wel eens uitbundig zijn, maar hij is echt introvert, Jacob. Ik dacht, even loopt hij nu naar Matthijssen, maar nee, dat was het toch niet. Ik heb nog nooit naar een trainer gelopen, dus ik denk dat niet dat dat zal gebeuren, maar bon. Oké, dankjewel. Slips. Nog nooit vergozen, jawel. Ja, dat zal misschien wel gekund hebben. Geen beelden van te zien.